Goede vrienden, om deze studiedag goed te begrijpen wat allemaal gebeurt, nodig ik u allemaal uit om de ongetwijfeld talrijke bedrijfsbezoeken die u ooit heeft gedaan voor de geest te halen. U zult het allemaal met mij eens zijn dat Vlaanderen krioelt van bedrijven die top zijn op wereldniveau in hun sector. Onze economische parels die zijn opgestart door ondernemers, hardwerkend, bescheiden, hoe meer dat je naar West-Vlaanderen trekt, hoe bescheidener, creatief, enorm aanpassingsvermogen en vooral heel gepassioneerd. Ik stel mij altijd de vraag hoeveel regio's er eigenlijk in de wereld zijn met 6 miljoen burgers die zo'n impact hebben op wereldniveau als Vlaanderen dat is. Ik geef u enkele voorbeelden. Vlaanderen is koploper wereldwijd in de productie van diepvriesgroenten. Meer dan de helft van het textiel in de wereld wordt gemaakt door machines die in Vlaanderen uitgedacht en ontwikkeld zijn. En heel de wereld kijkt naar Vlaanderen wanneer het gaat over de ontwikkeling van semiconductors, in de volksmond beter gekend als chips. Heel belangrijk voor die Internet of Things. En ik vind het eigenlijk een ongelooflijk mirakel dat zoveel moois is gegroeid uit onze Vlaamse klei, ondanks 200 jaar economisch non-beleid vanuit een Belgisch karkan. Eigenlijk het kader waaruit het economisch beleid vanuit België is gevoerd geweest, was het zo lang mogelijk rekken van de doodstrijd van de eens zo florerende Waalse steenkoolindustrie. Een tragisch kader. En dat kader heeft het beleid naar onze ondernemers toe, naar onze Vlaamse ondernemers toe gevormd. En die zijn er ondanks dat kader in geslaagd om zoveel moois, zoveel prachtigs te gaan creëren. Onze Vlaamse topbedrijven zijn eigenlijk als hele rozen die gegroeid zijn in een woestijn. Nu, wie Vlaanderen en haar bedrijven een toekomst wil geven, die moet haar verleden begrijpen. En dat begint met een helder inzicht in twee zaken. Eén, dat is in welke omstandigheden zijn onze Vlaamse bedrijven hier gegroeid? Welke hoofdstukken hebben zich er in onze Belgische economische geschiedenis afgespeeld? En twee, wie heeft onze welvaart gecreëerd? Wie is die open, hardwerkende, zichzelf goed aanpassende, gepassioneerde Vlaamse ondernemer? Dat is het onderwerp van deze studievoormiddag, die twee vragen. Het wordt een voormiddag van tegenstelling. Aan de ene kant conflict, stagnatie, achteruitgang. Tegenover aan de andere kant voluntarisme, lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en passie. Onze eerste gastspreker, professor Erik Buist, publiceerde eind 2016 samen met Christophe Smeijers Het Gestolde Land. Het is een boek dat de economische geschiedenis van België brengt. En ik citeer, België komt erin naar voren als een oude man die niet meer uit zijn zetel raakt, verkalkt als hij is door ingewikkelde structuren en politieke immobiliteit die hem sinds de Eerste Wereldoorlog gekluisterd houden. Alle hoofdstukken uit de geschiedenis van onze Belgische economie passeren de revue. Van koloniale grondstoffen tot de veelvuldig ingetrokken handrem door onze sociale partners, als uiteraard twee onverenigbare visies van totaal verschillende democratieën die tot smakeloze compromissen worden geperst. We zijn vandaag enorm bevoorrecht, want professor Buist himself zal ons meteen onderdompelen in deze, naar mijn mening, tragische bloemlezing. Onze tweede gastspreker, Hans Bourlon, die kwam vorige week nog in het nieuws. Studio 100, zijn bedrijf, pakte uit met heel stevige groeicijfers en kondigde nieuwe investeringen aan. Wereldwijd verovert Studio 100 de harten en zielen van vele gezinnen en kindjes met liedjes, tekenfilms, pretparken en merchandising. De liedjes van Studio 100 kunnen iedereen doen dansen. Dat hebben we zelf op onze N-VA-gezinsdag vorig jaar gezien. In 2015 schreef Hans een indrukwekkende brief aan Breugel waarin hij aangaf dat wij ons in die schilderijen herkennen, omdat wij vandaag, 500 jaar later, nog altijd zijn wie gij toen hebt geschilderd. Hans zal ons meteen een unieke getuigenis brengen over hoe hij als ondernemer, durver, harde werker zijn dromen hier heeft kunnen waarmaken.
Hij zal ons ook vertellen hoe Studio 100 internationaal aan de top staat, maar tegelijk ook een echte onderneming van bij ons is en gehecht is aan de Vlaamse klei. Ik kan me eigenlijk geen betere kans inbeelden dan deze om te begrijpen wie de ondernemers zijn die onze welvaart hebben gecreëerd. Bedankt Hans om hier tijd voor te willen maken en hier bij ons te zijn. Ik kan u ook aanraden om De Blik van Bourlon te lezen. Dat is een boek die hij heeft gepubliceerd waar die visie ook perfect staat weergeschreven. Voor ik het woord geef aan beide sprekers, wil ik toch nog iets belangrijk meegeven. Vandaag zitten we in een hoogconjunctuur. Er zijn eigenlijk sinds lang opnieuw weer echt investeringen, aanwervingen. En als we die willen handhaven, dan is het onvoorstelbaar belangrijk dat we onze eigen Vlaamse keuzes kunnen maken. Voor wie hier nog aan zou twijfelen, breng ik graag de laatste socio-economische standpunten van onze zuiderburen ter herinnering. Men wil er de werkloosheid terugdringen door een 4-dagen-werkweek in te voeren. Men wil er de digitalisering aanpakken door een robottax in te voeren. Men wil het Verenigd Koninkrijk doen bloeden voor de Brexit, want men heeft er nauwelijks exportbelangen. Men heeft het handelsakkoord met CETA willen blokkeren, terwijl men eigenlijk geen handel voert met Canada. En men wil er zelf ons op verhinderen om investeringen te doen op vlak van mobiliteit in zaken het spoor, ondanks het feit dat dat gebeurt met onze eigen Vlaamse centen. Ik heb in Vlaanderen, eerlijk gezegd, zelf geen socialist, de onzin horen uitkramen die onze zuiderburen op vlak van sociaal-economische standpunten verkopen. Er lijkt me trouwens ook weinig beterschap te komen daar, nu de communisten daar aan de poorten staan. Het is, goede vrienden, zonneklaar dat het onmogelijk is om op federaal niveau een socio-economisch beleid te voeren dat breed gedragen wordt in beide regio's. De aftrap van deze studiedagen komt dus perfect op tijd. Meer dan ooit tevoren moeten we werk maken, zoals Sander ook zei, van een draagvlak voor het confederalisme. Het is aan ons om de harten en de zielen van de Vlamingen te veroveren. Ik dank u en wens u een fantastische voormiddag toe.